gelukkig, we hebben het eindelijk geschafft. Schieten bij de schutterij betekent ook veel handenarbeid. Dat weet ook Leon Eerlings van Schutterij Sint-Sebastiaan in Sint-Huibrechtslil. Als je dat allemaal bekijkt en hoeveel uren dat er op voorhand inkruipen, dat is wat sommige mensen niet zouden denken. Jawel, er kruipt urenwerk in. De hele groep werkt mee. Zo zorgt Mark voor de bulkjes of blokjes en Harry voor de stokjes. Vervolgens verft Leon de bulken zwart en wordt de schiethark samengesteld. Eén schiethark telt 180 bulkjes en die bulkjes staan 16 meter hoog. De bulkjes in de voorrondes van het OLS zijn 1,5 centimeter. En in de narondes dan zijn ze maar 1 centimeter. Dus ze worden duidelijk kleiner. En om die af te schieten moet de buks goed afgesteld zijn. Dat is de taak van Germain Vaze. Hij is al 11 jaar wapenmeester bij de schutterij. Die functie houdt in dat we altijd moeten aanwezig zijn als er geschoten wordt. De kogels worden geladen en het beheer van de wapens. Als de lode kogel gegoten is, kan Germain aan het echte werk beginnen. Voor het schieten gebruiken we messinghulzen. Daar zit een slaghoedje in dat het buskruit doet ontsteken. Elk jaar maakt Germain tussen de 17.000 en 20.000 kogels. Telkens doet het daar 0,6 grain buskruit in. Het is gereglementeerd zodat de mondingssnelheid maximum 220 meter per seconde is. En de wapenmeester moet zijn schutters ook door en door kennen. De buks moet zodanig afgesteld zijn dat het kleine verschil van de schutters dat toch een beetje de middenweg, laat het zo zeggen, moet dan gezocht worden. Michel Hendricks uit het Nederlands Limburgse Lottem bouwt al 11 jaar buksen. Het is een echte ambacht. Dat is het mooie van het vak. Dat hebben we ook in Luik geleerd. Dus van een blokje metaal en een vel en een hamer en een beitel. En dan moesten we producten maken, onderdelen. In de winter doet Michel het onderhoud van ruim 100 buksen en per jaar bouwt hij 10 nieuwe exemplaren. We moeten toch ongeveer tellen tussen de 80 en 90 uur voor één bukse te vervaardigen. Maar de grootste beloning voor een wapenmaker is natuurlijk een schutterij die het OLS wint met zijn handgemaakte buks. Het is nu de laatste 5 jaar in ieder geval met een Hendricks buks. Gewonnen, dus dat is al een prachtige prestatie. En wie weet brengt de Hendricks buks zaterdag opnieuw geluk in Stockholm.